Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 10 van de Eredivisie en natuurlijk de Europese wedstrijden. Paris Saint-Germain PSV werd 1-1, dat is best wel knap van PSV. Benfica Feyenoord werd 1-3, ook dat was knap. Karabach Ajax werd 0-3, Twente Lazio werd 0-2 en Tottenham tegen AZ werd 1-0. Dan hebben we de Eredivisie wedstrijden. Almere City won met 1-0 van NEC. Fortuna Sittard Groningen werd ook 1-0. PSV won met maar liefst 6-0 van PEC Zwolle. NAC Breda RKC werd 4-1. Heerenveen won met 2-0 van Sparta. FC Utrecht Feyenoord werd 0-2. FC Twente won met 5-0 van Heracles. Ajax tegen Willem II werd 1-0. En AZ speelde 2-2 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Dan hebben wij hier de ranglijst. PSV staat nog steeds ongeslagen bovenaan met 30 punten. Dan komt FC Utrecht met 22 punten. Ajax staat derde met 19 punten. Ook Feyenoord heeft 19 punten. Twente op de vijfde plek met 18 punten. AZ staat zesde met 17 punten. NAC staat verrassend zevende met 15 punten. Go Ahead Eagles en Fortuna hebben 14 punten. Willem II op de tiende plek met 12 punten. Dan komt Sparta en Heerenveen met 11 punten. NEC op de 13e plaats met 10 punten. Groningen en Heracles hebben 9 punten. PEC Zwolle op de 16e plaats met 8 punten. En dan Almere City 17e met 6 punten. En onderaan RKC met 1 punt. Dan hebben we de voorspellers top 8. Luc staat nog steeds bovenaan met 94 punten. Dan komt Milan met 90 punten. Stan en Peter hebben 85 punten. Rins staat vijfde met 84 punten. Dan komt Thomas op de zesde plaats met 83 punten. Jarno staat zevende met 80 punten. En Frederik en Sven hebben 78 punten. De weekwinnaar was Peter. Gefeliciteerd. Dan hebben we hier de KNVB-bekerwedstrijden die we deze keer gaan voorspellen. Zoals jullie weten pak ik er altijd 9 uit die ik interessant lijkt. Die voor ons interessant zijn of in ieder geval die het interessantst lijken op in elke speelronde. En dan probeer ik er meestal 3 per dag te doen, dus dat heb ik nu ook gedaan. We hebben NEC PEC Zwolle, dat is de enige volledige Eredivisie-wedstrijd volgens mij die er gespeeld wordt deze speelronde. Dan hebben we ADO Den Haag tegen Cambuur. Kolping Boys tegen FC Groningen. We hebben Barendrecht tegen NAC. Genemuiden tegen Willem II en RKC Vitesse. En dan hebben we op de laatste dag Hercules tegen Sparta. Telstar tegen Helmond Sport en FC Lisse tegen FC Utrecht. Voor de Eredivisie hebben we nog een inhaalwedstrijd, namelijk Feyenoord tegen Ajax, de klassieker. En natuurlijk de reguliere Eredivisiewedstrijden Willem II FC Twente, Ajax PSV. Ajax krijgt het wel te verduren 2 keer tegen een moeilijke tegenstander. Heracles tegen NAC, Feyenoord moet het opnemen tegen AZ. Fortuna tegen Heerenveen, Go Ahead Eagles, PEC Zwolle. NEC tegen FC Groningen, Sparta thuis tegen FC Utrecht. En als afsluiter de hekkensluiters RKC tegen Almere City. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.